Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly. Daar is Ali. Hi. En wij zijn... Wij zijn blij. Wij zijn heel blij. Wij gaan winterkamperen. Wij gaan winterkamperen, dus. Wij gaan weer voor het eerst op pad met onze tap. Ja, daar staat hij. Hij heeft een paar maanden in de winterstalling gestaan. En het wordt dit weekend mooi weer, zeggen ze dus. We gaan weg. Ja. We gaan naar het Lierderholt. In Beekbergen. Beekbergen. Ja, we zijn eventjes... We hadden natuurlijk heel veel spullen thuis nog. Ja. Dekbed, handdoeken, dat soort dingen. Dus we moeten alles even een beetje... Ordenen. Ordenen, ja. Want anders krijgen we het niet mee, vrees ik. Ja. Dus dat gaan we doen en dan gaan we rijden. Ja, ik heb er zin in. Ik heb de caravan echt gemist. Ja. Jij ook? Ja. Ja, dat weet ik. Ik kwam er net in en toen dacht ik, oh ja, zo ropie. Ja. Het is echt... ik ben echt blij dat het voorjaar weer gaat beginnen. Ja. Het is nu februari nog, eind februari. Ja, begin maart. En dan eigenlijk kun je dan alweer gewoon... Ja, je kunt altijd kamperen natuurlijk. Je kan altijd in de winter ook kamperen. Nou, het is nu winter. Is ja. Het is bijna lente. Dus... Wij gaan zo rijden. Nog even de laatste spullen erin en dan gaan we. Ja. Yes. En ik zie nu dat dit gordijntje ook nog naar beneden zit. Maar we kregen diverse tips van kijkers dat we de gordijntjes altijd naar boven moeten doen als we rijden. Anders gaat de... Hoe zeg je dat? De spanning gaat eruit, zeg maar. De vering of zo. Dat gaat dan weg. Okay. Dus dat heb ik nu gedaan. Dan hebben wij wel toiletvloeistof? Ik zie nu die wc staan. Oh. Nee, dat hebben wij niet. Ja, rot op. Oh wel, dat hebben we wel. Ja. Nou, wij gaan even verder met inpakken en dan zien we jullie zo weer terug op de camping. Nou, we staan. Ja. We hebben net koffie gedronken. En ik ben erachter gekomen dat we al de kruik zijn vergeten. Ja, we zijn wel weer iets vergeten natuurlijk. Dus misschien dat we morgen op jacht gaan naar een kruik. Ik zat net te kijken naar... ik wil zo'n stoof. Ken je dat? Ja, dat ken ik. En ik dacht, als we nou zo'n stoof nemen waar je tegenaan kan zitten. Mm-hmm. Je hebt stoof... Het is STOOV. Stoof. Ja. Dat is een merk. Maar ik denk, misschien zit een Apeldoorn met een stoofwinkel, maar dat bestaat helemaal niet. Oh, nou ja, daar geen kruik. Het is wel koud. Het is wel koud. Maar we hebben pantoffels, pleetjes, vier seizoenen dekbed. Ja. Dus ja, we gaan het vannacht niet koud krijgen, denk ik. Kacheltje. Maar wij hebben dus best wel een mooi plekje. Ja. En dat hadden we niet verwacht, want ons plekje wat we geboekt hadden, dat was gewijzigd. Werden we vanochtend opgebeld. Door een medewerker van de camping. Ja. En ja, die vertelde dat door de regenval was dat plekje zo nat geworden dat we daar niet konden staan. En toen had ze nog wel 3 of 4 andere plekjes. En maar dat waren seizoensplaatsen. En onze voorkeur ging er eigenlijk niet naar uit. Maar nou ja, toch een plekje uitgezocht. Want het was natuurlijk ook kort dag om nog een andere camping op te zoeken. En er zijn niet heel veel campings open ook. Nee, ook niet. En we dachten, we geven het een kans. Nou, ik ben blij dat we wel zijn gegaan, want het is een mooi plekje. Ja, wij staan, dat dacht ik al toen ik de platte grond zag. Wij staan, hier is het bos achter ons. Ja. Wat ik wel jammer vind is dat het hegje ertussen staat. Maar ja, dat had voor mij ook wel open mogen. Ja. Of komen dan de zwijnen bij je caravan? Ja, dan komen de zwijnen bij je caravan. Er loopt hier wild. Hier? Nou ja, er zit een wildrooster wel, maar... Ja. Dus ze kunnen volgens mij alsnog de camping opkomen. Ja? Ja, volgens mij wel. Nee. Gaan we vannacht merken. Nou, weer dit. Een zwijn bij je bed. Oké. Nou ja, we zien het wel. Maar wij gaan morgen eventjes de camping laten zien aan jullie. Ja. Want het is nu donker. En ook even ons plekje natuurlijk. En we gaan nu... naar de snackbar. We gaan nu naar de snackbar. Ja, we gaan nu lekker patat kopen. Denk ik. 7:30. Nou, ik heb mega veel honger. 7:30. Ik ook. Jij ook, hè? Ja. Maar wij zijn ook echt de hele middag zijn we bezig geweest. En net hebben we pas
Even een koekje gegeten met de koffie, ook, maar voor de rest niks. Er kwam ook, vanmorgen dachten we gaan niet. Want toen zei het weer, de meneer van de tv zegt... Zware windstoten. Krachtige wind. Er staat een krachtige wind. Dus wij dachten, we gaan helemaal niet met die caravan rijden. En winterse buien. Oh, nou, ja. Doodeng. Dus wij dachten, we gaan niet, we gaan morgen wel, zaterdag. En toen vanmiddag, hals over kop. Die meneer van de stalling had de caravan weer in de stalling gezet. Ja, je had hem er eerst uitgehaald, toen er weer in. Ja, die lieve man. Ja. Echt. Die en toen vanmiddag hadden we, toen zeiden we tegen elkaar, ja, de zon die komt nu ook wel door. Dus werd het echt een soort lente. Werd het weer mooi weer. Ja. En we hadden de camping ook al geboekt. Dus toen dachten we, nou, laten we dan nu maar wel gaan. Dus toen hals over kop, hoppatee. Die meneer van de stalling weer opgebeld. Nou, oké, okay. Ja. Hij zegt, ik haal hem er weer uit. Dus die caravan er weer uit. Maar, ja, wel lief, toch? Heel lief. We hebben hem natuurlijk wel even wat extra's gegeven, want... Die meneer, die, ja. Die moet er ook door. Die moet er ook door. Nou ja, weet ik het. Ja, gewoon heel, heel lief dat hij dat ja. ook doet. Want ik bedoel, hij had ook kunnen zeggen, ja, zoek het uit. Morgen. Ja. Nou ja, ik ben blij dat we weer in de caravan zijn. Ik heb het echt gemist. Ik heb het echt gemist. Ja, ik ook. Andere vakanties toch. Ja, is dat is anders. Ook leuk, maar dit ja. is ja, gewoon van jezelf. Gewoon je eigen spulletjes, lekker buiten. Ja, dit is gewoon anders. Ja. Leuker. Tenminste, vind ik. Nou, ik ga kroketten kopen. Bitterballen. Nou, wij zijn aan het wachten op onze bestelling. Daar kun je nog wat boodschapjes kopen als dat nodig is. Filterzakken en curry. Ja. En daar heb je nog een restaurant. En daar is de receptie. Maar die is dicht. De Lier de Boeven, toch? Ja. Het ruikt hier naar vis of zo. Vis. Ja, dat ik net binnenkwam, dacht ik. Ja, dit is echt ideaal, dat je gewoon een snackbar op de camping hebt. Kijk, je kunt hier ook leuk gezellig zitten. Oh, er staan allemaal camera's. Wat grappig. Hier ook. De verrekijker. Daarachter, ja. Daar zit nog een café. Je hebt hier alles. Het zit allemaal aan elkaar vast. Ja. Dit is dus de plattegrond van het Lier de Rolt. En dan hadden wij dit plekje geboekt. Nummer 51, hier op het hoekje. En nu staan we dus... Kijk, je hebt dus... Kijk, het is best wel groot. En hier heb je dus echt de trekkersplaatsen. En dit is allemaal seizoen. En nu staan wij dus hier. 132. Helemaal achterin. Kijk, dit is de hoofdweg. Hier kom je erin. Via de receptie. Hier zit de receptie en dan rij je dus zo helemaal naar beneden toe. En dan staan wij hier. Tegen het bos aan. Tegen het bos aan. En hier, kijk, hier heb je nummer 4. En dat zijn dus de wandeluitgang. Dus dat is top. Daar staan wij dichtbij. Dus eigenlijk... Balen wij er niet echt van nu, achteraf? Nee. Eerst wel, maar nu niet meer. Eerst wel, ja. 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 Ach. Nelly is het bed aan het opmaken. En we kwamen er net achter dat we het een beetje verleerd zijn. Ik wist niet eens met de tafel in moest klappen. Ja. Kijk, we hebben trouwens ook nieuwe lampjes. Die heeft Nelly pas geleden gekocht. Wij hadden hier al lampjes... hangen, maar die waren iets kleiner. En ik vind deze eigenlijk wel leuker. Kijk eens hoe gezellig. Het zijn echt wel bedlampjes. Ja, heel leuk.
Nou, we hebben ons vier seizoenen dekbed mee. Er staan 3 sneeuwvlokken op. Ja, dat kan niet misgaan. Dus dit moet helemaal goed komen. Ja. Ja. Ik denk zo. Zo? Ja. Nu nog even dekbed overtrekker overheen. En dan kunnen wij slapen. Goedemorgen. Ik doe even mijn sokken aan ondertussen. Wij waren mega vroeg wakker. En tenminste jij. Zij ligt nog. Dat ligt nog lekker. Dat is het mooiste van de grap. Maar alles wat je moet pakken, al die kastjes, die klappen natuurlijk. Dus het is kedenk, 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 bam. En het is 7:30. We hebben alles al aan elkaar geklapt. Dus, en het staat hier helemaal vol. Dus ik denk dat onze buren niet heel blij zijn met ons. Nou, dat weet ik wel zeker. Net had ze raam helemaal open, ging hij niet meer dicht. Nou. Kijk, daar ligt ze te grijnzen. Nou, ga jij lekker douchen? Nou, ik ga douchen. Ik hoop dat ik alles heb. Want dan kom je altijd achter in het toiletgebouw, in het douchegebouw. Ik heb nu een jurkie, of een jurkie. Een broek onder de jurkie. Een badjas met een broek eronder. Ik denk dat het heel koud is. Oh, dat weet ik zeker. Het vriest ook, hè? Een beetje. Het vriest. De zon schijnt. Dat is echt top. En nou, ik ga rennen. Denk ik. Succes. Ja, doeg. Het heeft gevroren. Het hele gras is wit. Heel koud, maar wel heel mooi. Die hele caravan aan de buitenkant is bevroren. Ja? Ja. Het is wel mooi dit. Ja, nou ik ga doen ze. Ja. Doei. Ja. Ik dacht zo'n doek, voor zo'n speciale hoofddoek, hoe noem je dit? Hoofddoek? Ja, wat is dit dan? Een handdoek. Voor om je hoofd. Nou, daar is toch een hoofddoek. Voor op je hoofd. Dat is wel handig. Maar ik weet niet wat jij ervan gemaakt hebt. Maar, ja, nee. Het zo hoort het niet. Denk hoe moet het dan? Hoe moet ik hem dan om mijn aarde heen wikkelen? Nou, de helft van je haar hangt er ook buiten. Nou, ik heb net lekker gedoucht. Maar het is wel een puzzel hoor, dat douchen. Ja, maar wel heel schoon. Ja. En lekker warm. Ja, ook. Lekker verwarmd sanitair gebouw. Ja hoor. Heerlijk. Maar je moet er zo'n kaart in doen. Een zetkaart, ja. En ik dacht, ik krijg geen warm water. Alle standen met die kraan gehad. Ik denk, nou, dat zal wel niet opgeladen zijn of zo. Dus ze dat vergeten zijn met de receptie, weet ik veel. En toen haalde ik hem eruit, toen er weer in, weet ik het, wat ik allemaal volgens had. Volgens mij valt hij er nu af, of niet? Ja, dit is, hij is zeiknat. Helemaal doorweekt. Nou ja, dit is dus zo'n doek, met zo'n knoopje. Actione. Ik dacht, handig voor op de camping, doe je zo'n doek om je hoofd, alleen je lijf nog af te drogen. Ja, weet niet hoe ik er nu bij zit. Nu, met los haar. Een ei aan het happen. Ik schrok me dood. Ik zat hier zo voor het raam en ik buk, want ik zag zoiets op me aankomen vliegen. En toen hoorde ik kdeng. Het was een duif. Maar het leek een paard. Oké, nou. Ik wil graag een klompenpad lopen. Maar die klompenpad app, ik weet niet, die werkt niet meer bij mij. Maar ik heb nu iets.
Dan stap je op in Oosterbeek. Dan gaan we die doen en dat heet het... Rozandepad. 30 kilometer toch? Ja. Ja. Heb je daar zin in? Ja. Oké, gaan we die lopen. Ik vind het prima. Ali de broer komt straks nog. Ja, die komt 's middags pas. Komt rond een uur of half vijf volgens mij. Oké. En het is nu? Het is nu 10:45. Ja. Hoe makkelijk lukt het dan? Ja. Nou, ik ga me even aankleden, want ik heb nog mijn joggingbroeken aan. En dan kunnen wij, toch? Mm-hmm. Oké. Okay. Even mijn tanden poetsen. Heel veel mensen dachten dat wij het koud hadden gehad vannacht, maar wij hebben het niet koud gehad. Het is natuurlijk wel fris als je boven de dekens komt, want we hebben de ramen open. We hadden het dakraam wijd open en dit raam op een kiertje en dat raam, het voorraam, ook op een kiertje. Dus alles was kurkdroog, de kachel aan, dikke dekbed. We hebben het niet koud gehad, gelukkig maar. Dus ja, dat ging helemaal goed. Ja. Vannacht geen druppels aan het plafond, geen tissues tussen de deur. Alles ging goed. We weten nu hoe het moet. Ja. Deurtje op slot. Wij gaan op pad. Ik laat jullie gelijk even onze plek zien nu. We staan tegen het bos aan. Kijk, hier achter de heg is het bos. En dan waarschijnlijk is daar de ingang om te gaan wandelen. Dus dat is top. Nou, mooi plekje toch, Nel? Ja, heel groot. Kijk, en hier zit dan ook gelijk een watertappunt. Ook super handig. En de elektriciteit aansluiting. Maar we hebben nu geen water. Ik zat vanmorgen echt te draaien en te doen. Maar dat is bevroren, zei de buurvrouw. Ja. Dus dat kan ook. Ja, dat heb je ook met winterkamperen. Ja. We hebben wel een enorme grote plek. Ja. Maar wij hadden de caravan hadden we eerst zo neergezet. Maar toen stond hij niet waterpas. Dus toen hebben we ervoor gekozen om hem dan zo neer te zetten. Nu staat hij wel waterpas. Nou, er staan volgens mij, even kijken, 8 caravans campers op dit veldje. En dan loop je dus een veldje af. Zo. Ja, dan loop je zo het bos in. Vanochtend werden we weer wakker gemaakt door een specht. Dit is trouwens de Acacia-laan. Kijk. Maar normaal gesproken zijn dit dus seizoensplekken. Dus waarschijnlijk kun je deze plekken niet boeken in de zomer. En wat ook handig is, is dat de auto best wel dichtbij staat. Ja. Want wij hebben hier de auto staan achter ons. Dus dat scheelt ook weer. En het sanitair gebouw, daar gaan we nu even naartoe. We gaan even water bijvullen. Voor tijdens de wandeling. Nou, dit is het sanitair gebouw. Ook best wel dichtbij. En qua weer, het is echt weer een cadeautje, NL. Dit weer. Zeker, hoe hebben we het uitgekomen? Nou, echt. Supermooi weekend. Nou, het afwasgedeelte. Hier zijn de toiletten voor de dames. Natuurlijk doen wij ook even een toiletcheck. Schoon. En hier heb je de douches. Daar is niemand meer. Ze komt mooi uit. Nou, lekker schoon, lekker ruim. Ideaal dit. Wij zijn dus het klompenpad aan het wandelen, Rozandepad. En die route die komt dus ook langs deze begraafplaats. Best wel indrukwekkend dit. En nu heb ik even Google erbij gepakt. En dit is dus een begraafplek, een ereveld. En hier liggen 1754 militairen van de landmacht, luchtmacht en zeemacht.
die in de periode september 1944 tot april 1945 sneuvelden. Hm. Plus nog enkele burgers. De meeste van deze mensen zijn omgekomen in de omgeving van Arnhem tijdens de slag om Arnhem. Veel, hè? Mega veel. Wij hebben even een tip voor jullie. Als jullie nou Klompenpad gaan lopen, download dan eventjes de app Klompenpaden. En die app die is net vernieuwd. En je krijgt dus nu, als je ergens langs loopt, bijvoorbeeld hier bij deze theekoepel, krijg je dus een melding in die app. En dan krijg je ook de achtergrondinformatie. Dat is wel erg leuk. Want Nelly die las net voor dat je in deze theekoepel, die kun je huren voor de overnachten. Ja. Die kun je dus ook voor een overnachting huren. Dat is wel heel leuk. Nou, dan zit je midden in het bos. Ja. In de theekoepel. Ja. Dat is wel vooruit gegaan in die app. Ja. Dat je dus nu een melding krijgt met, ja, met de geschiedenis. Want normaal gesproken dan loop je er langs en dan denk je, ja. I don't know what it is. Ja. Maar nu leest Nel, die leest dus af en toe even een verhaaltje voor. En dan weet je ook een beetje de geschiedenis ervan. Yes. Dus superleuk. Wauw. Kijk waar wij doorheen lopen. Prachtig dit. Heel mooi. Die bomen zijn gewoon helemaal naar elkaar toegegroeid. Nou, wij hebben net mijn broer uitgezwaaid. Hij heeft een koffietje mee gedronken in het restaurant en in de caravan later nog even. Ja, mijn broer had hier een mountainbike route gedaan en die kwam eventjes op visite bij ons. Hartstikke gezellig. Dus nu lopen we even terug en ik zei tegen Nel, laten we dan even langs een plekje lopen waar we eigenlijk zouden moeten staan. Dus dat gaan we nu doen. Wat we geboekt hadden. Dat hadden we dus geboekt. Dus dan gaan we even kijken hoe dat plekje eruit zag. Want we staan dus nu tussen de seizoensplaatsen, zoals jullie weten. En dit is het veld met de tourcaravans. En dan denk ik, of dat weet ik eigenlijk al zeker, dat we in het hoekje hadden moeten gaan staan. En volgens de mevrouw die ons belde, was dat plekje te nat. Dus ik ben benieuwd. Het is hier niet echt nat. Het is hier niet nat, nee. Dit was het plekje waar we, wat we hadden gereserveerd. Nummer 51 is dit, in het hoekje. Nou, het is hier niet echt nat. Volgens mij. Nee. Nee. Net zo nat als waar we nu staan. Vind je dit een mooi plekje? Oh, ik hoor wel een beetje. Nee, maar had je dit leuker gevonden? Of maakt het niet uit? Nee, maakt niet uit. We staan nu ook goed, toch? Ja. Je staat wel dichtbij een sanitair gebouw als je hier staat. Zeker. Want daar is een sanitair gebouw. Oké, nou, weten we dat ook weer. Het staat hier wel vol. Het staat er erg vol, ja. Voor de tijd van het jaar. Dan weet ik niet of iedereen er ook is. Kijk, dit zijn op zich ook wel leuke plekjes. Ja. Dan sta je dus ook aan het bos. Aan de rand van het bos. Dan hadden we ook gevraagd of daar nog plek was. Maar dat was dus allemaal volgeboekt. Nou ja, zoals jullie zien is dat ook zo. Nou, dan gaan we koken, hè? Ja, ik heb ook wel honger. Ik heb ook wel honger, ja. We moeten eerst nog een enorme afwas wegwerken. Ja. Nelly is aan het koken en wij eten vanavond parelcouscous met zoete aardappel en feta. En het is bijna klaar. Zoete aardappelblokken, champignonnen en ui. En dit. Nou, lekker. En klaar. Ziet er goed uit. Nou, we hebben net lekker gegeten. Ik ga nu even afwassen. Het leed dat er afwassen heet. En
Dan ruimt Aal hier even de boel op. Had ik bedacht. Ja. Ik ga hier opruimen. Kom jij zo meteen terug, dan is het er netjes. En gelukkig hebben we niet zo heel veel afwas. Dit. En dit. Daarnet hebben we ook al afgewassen. Dus het valt op zich mee. Dus ik doe het wel even in mijn eentje. Oké, wij lopen ergens tegenaan. Ja, dat is niet zo graag. Nel wil naar bed toe, maar ik niet. Ja, ja, maar wat nu dan? Als jij zei je blijft zitten, kan ik dat bed niet pakken. Ik ben helemaal kapot. Ze zegt net, ja, ik wil naar bed, maar ja, ik moet jou nu meenemen. Ja. Ik moet nu ook naar bed toe. Jij moet ook naar bed. Ja. Dat matras moet pakken, dat ligt hier achter. Toen zeg ik, nou ja, ik blijf zitten. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Nee. Weet je, ik heb de oplossing. Nou? We vragen iemand die dit door midden zaagt. En dan doen we de topper ook door midden. Ja. Het dekbed door midden. Dan kan ik in ieder geval wel naar bed als ik wil. En dan blijf ik hier zitten. En de tafel ook door midden. Oh ja. Waarom heeft Tap dit nog niet bedacht? Ja. Ik weet niet. Dit is, nee. dit is het nadeel ja, aan zeker. Deze caravan. Als één iemand naar bed wil, moet de ander ook. Ja. Of je nou moe bent of niet. Ja. Ja, maar ik weet dat jij ook wil. Ja, ik wil, stiekem wil ik eigenlijk ook wel naar bed. Maar stel dat ik nou echt niet naar bed wilde. Ja. Ja, dat kan dus niet. Kijk, en als je een vast bed hebt, ja, dan maakt het niet uit. Ja, dan ga je gewoon liggen. Ja. Nou ja, doe maar. Wij sluiten ook deze vlog af. Toch? Of wilde je nog iets... Nee? Wat was dat? Geen idee. Nee, wij sluiten de vlog af. Wij bedanken jullie voor het kijken. Wij hopen dat jullie genoten hebben van deze vlog. Mm-hmm. En wij zien jullie de volgende keer weer. Duimpje omhoog. En een duimpje omhoog. Als jullie het leuk vonden natuurlijk. Als je het niet leuk vindt. Duimpje omlaag. Naar beneden. Nou, doei doei. Hebben we al eens duimpjes omlaag gehaald? Ik zei al doei. Oh. Nee. Duimpjes omlaag hebben we nog nooit gehad. Gelukkig. Oké. Okay. Ik hoop dat we dat ook niet gaan krijgen natuurlijk. Nee. Ja, je weet het niet. Ja. Nou ja, meestal als mensen het niet leuk vinden, dan... Kijken ze niet. Dan kijken ze niet. Neem ik aan. Ja, inderdaad. Nou, doei doei. Doei.